En 8 Duitse kunstenaars vertoeven sinds 20 maart in Suriname. Dat meldt het Nationaal Informatieinstituut NII. Zij zullen zich tot en met 19 april bezighouden met exposities en kunstwerken in Nieuw-Amsterdam, Kommerwijnen. Deze werken zullen worden geschonken aan de Stichting Openluchtmuseum te Nieuw-Amsterdam. De kunstenaars zijn vergezeld van een fotograaf en een coördinator. De delegatie is te gast bij de Federatie van Visuele Artiesten in Suriname en de stichting G-Art Block. De kunstenaars hebben verschillende beleefdheidsbezoeken afgelegd. Vandaag was het de beurt van het Directoraat Cultuur van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, OWTC. De medewerkers hebben de delegatie ontvangen en met hen van gedachten gewisseld over hun project.